steeds meer Nederlanders die later een tatoeage zetten. Tattoo shops die schieten als paddenstoelen uit de grond. Tatoeëerders die hebben het druk. Zo ook Rob Boerman van Tattoo Shop Blue Heart in Zwolle. Hij tatoeëert een tijgerkop op de arm van Monique Visser. Dan ga je de lijnen erop zetten, zeg maar, de basis. Zoals ik zei, dit is best wel een bewerkelijke tattoo. Met veel detail erin. Dus, dit noemen ze dan een rotary. Dat is een machine op, met een elektromotortje erin. Die gebruik ik zelf vaak bij grote tattoos. Waar je echt lang mee bezig bent. De machine gaat heel snel heen en weer, zeg maar. Ja. En die prikt als het ware de inkt onder je huid. Ja, en sommige mensen zeggen het voelt snijderig aan. Maar nee, het is inderdaad geen snijder. Want als je snijdt, dan zou je het met een mesje doen. En het gebeurt wel echt met een machine die je inderdaad op en neer gaat. Dus ja, wij noemen het prikken, om het zo maar te zeggen. U hebt u zelf ook diverse tatoeages op uw armen. Ja. Wat zijn het voor tatoeages? De stijl is oldschool, traditioneel zoals ze dat noemen. De westerse traditionele tattoos zoals wij ze eigenlijk kennen. Weet je, elke cultuur had zijn eigen tattoo-stijl eigenlijk. En dit zijn eigenlijk een beetje de zeemans-tattoos. Dat waren eigenlijk echt maar de eerste westerse tattoos zoals wij ze kenden. En dat is een beetje de stijl waar ik persoonlijk heel erg tot aangetrokken ben. Mijn zeemans-tattoos, wat beelden je uit? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat heel veel tattoos die ik heb, die heb ik eigenlijk gewoon genomen omdat ik ze mooi vond. Ja. Mijn borst en mijn buik, zeg maar, mijn rug, die hebben een betekenis. En de dingen op mijn armen, zeg maar, is vooral gewoon sieraad, om het zo maar te zeggen. Ik vind het mooi. En wat is de betekenis van de tattoos op je borst en op je buik? Nou, mijn borst heb ik en mijn buik heb ik, ja, dat is, zeg maar, eigenlijk om het zo maar even heel kort te omschrijven, zeg maar, dat de voorkant is het leven en de achterkant is eigenlijk de vergankelijkheid van het leven. Dus de voorkant staan heel veel tattoos van mijn kinderen op. En er staan een paar teksten op die ook een beetje leven, het leven onder andere, in het Latijn staat erop. Omdat ik vind dat je, hoe je ook in het leven staat of wie je ook bent, je moet altijd wel proberen te blijven genieten van het leven. Hoe het ook bent of hoe het ook keert. En op mijn rug heb ik een tattoo staan, dat is eigenlijk, die heeft meer met de vergankelijkheid van het leven te maken, zodat het eigenlijk ook heel snel voorbij kan zijn. En wat staat er dan op? Een hele grote schedel. Oh. Met rozen en een zandloper met vleugels eraan. Maar toen de tattoo echt heel veel op televisie kwam, werd het natuurlijk steeds gewoner om het te zien. En werd de drempel ook steeds kleiner voor andere mensen om tattoos te nemen. Want het wordt gezien en het wordt dus. Het stigma gaat er een beetje af, wat er vroeger op heerste. Weet je, dat het asociaal was, het was alleen voor criminelen en voor zeelui en dat soort mensen. Criminelen. Kijk, dat stigma is eigenlijk weg. Dat is gewoon, dat is niet meer. Ik tatoeëer mensen uit alle lagen van de bevolking. Van stratenmaker tot schilder. Van mensen die professors, bij wijze van spreken, op de universiteit. Wat wil een professor op zijn arm? Een dolk met een roos. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een mevrouw getatoeëerd. Die is in opleiding voor dominee. Ik heb op haar bovenarm heb ik een lantaarn getatoeëerd. En dat stond eigenlijk een beetje voor haar dan voor het licht van God, zeg maar. Ja. Dus het betekent echt dat ik dus echt alle lagen van de bevolking kom hier over de vloer. In de laatste paar jaar merk ik inderdaad dat ik heel veel ook bijbelversen, weet je wel, Psalm 24 vers 2, ik noem iets. Of een gedeelte passage uit de Bijbel, weet je wel, openbaringen. Ja, en inderdaad, religieuze tattoos, hè, kruisen, gevallen handen. Ja. Weet je, maar dat gaat dan vaak meer de katholieke kant op, Maria afbeeldingen. Ja, kijk, religieuze tattoos zijn altijd wel gezet. Ja. Maar ik merk nu wel, en dat waren niet altijd per se mensen die ook religieus zijn of die ook per se geloofden, zeg maar. Die vonden vaak de afbeeldingen mooi. Ja. Maar ik merk nu ook echt dat mensen hier komen met een achtergrond, met een christelijke achtergrond, die een tattoo uitzetten. Die echt ook beleidend christen zijn, zeg maar. Ja. Het is niet zo dat ik de hele dag religieus tattoos aan het zetten ben, nee. Maar ik heb wel het gevoel dat ze meer worden gezet. Omdat ook in die kringen, zeg maar, het wel meer wordt geaccepteerd. En dat is eigenlijk meer, dus dat is best wel een mooi contrast. In de voorkant is natuurlijk, dat is heel mooi. Maar als ik me omdraai, laat je eigenlijk het beeld uit dat het leven ook heel snel voorbij kan zijn. Dat was eigenlijk mijn gedachtegang een beetje achter die twee grote tatoeages. Mag ik die ook zien? Die mag je wel zien. Mijn borst is nog niet helemaal klaar. Dit zijn de geboortekaartjes van mijn kinderen. Dat is de borst met leven, het leven dan erin, in het Latijn. Dit is mijn rug. Wauw, wat groot! Met de schedels en dan de zandloper op de onderrug. Vlinders, ook de schoonheid is ook vergankelijk, om het zo maar even te zeggen. Wat vindt je vrouw hiervan, Rob? Ja, die vindt het wel mooi. Mijn vrouw is ook flink getatoeëerd zelf. Dat kan ook bijna niet anders natuurlijk, als je man tatoeëerder is.
Maar die vindt het mooi. Ja, die heeft er geen problemen mee.